Deze week bereikte ons het heugelijke nieuws dat Sophie Hilbrand voorlopig op televisie blijft. Samen met Jeroen Pauw gaat ze vanaf september een late night talkshow presenteren. Dat betekent dat ik het komende jaar in elk geval nog af en toe tv kan kijken. Ik heb namelijk besloten om mezelf zo min mogelijk bloot te stellen aan vrouwen met botox en fillers en dat wordt steeds lastiger. Onder andere daarom is Sophie Hilbrand mijn held. Een paar weken geleden hield ze in haar huidige talkshow nog een discussie over dit onderwerp. Real Housewife of Amsterdam Tamara had namelijk in haar podcast gezegd dat Sophie er niet meer uitziet. Het lijkt wel alsof ze twintig jaar geleden al gestorven is en nu aan het ontbinden, al dus Tamara. Aan tafel kwam Godzijdank Verweer op deze uitspraken. Sophie zelf bleef er bewonderenswaardig nuchter onder... en legde haar kijk op de zaak uit. Anne Fleur Schipper en Olcay Gulson vielen haar bij. Zij waren van mening dat vrouwen elkaar niet moeten veroordelen. We zijn allemaal prachtig... en moeten elke keuze op het gebied van uiterlijk respecteren. Maar dat laatste, daar ben ik het niet mee eens. Het nemen van botox en fillers is een individuele keuze, maar wel eentje met grote maatschappelijke gevolgen. Vrouwen gebruiken deze cosmetische ingrepen om jonger te lijken dan hun leeftijdsgenoten. En als veel vrouwen dit doen, steekt de rest logischerwijs ouder af. Doordat steeds meer vrouwen hun oogleden laten liften, begin ik er steeds moeier uit te zien. Terwijl ik ben niet moe, ik ben 42. Het gebruik van botox en fillers is niet solidair naar je seksgenoten. Uit steeds meer onderzoek blijkt ook dat blootgesteld worden aan perfecte gezichten en lichaam het zelfbeeld van jonge meiden negatief beïnvloedt. En dat is natuurlijk logisch. Je beeld van wat normaal is wordt gevormd door wat je de hele dag om je heen ziet. En naarmate je meer perfectie ziet, zie je ook steeds beter wat er aan jezelf schort. En met de mentale gezondheid van jonge meiden is het momenteel al niet best gesteld. We zouden hun juist moeten meegeven dat oud niet synoniem is voor lelijk. Dat we allemaal imperfect zijn, maar ondanks dat toch een rijk en vervullend leven kunnen leiden. In plaats van dat je moet voorkomen dat mensen zien dat je al een deel van dat leven hebt gehad. Wie, wie meedoet aan botox en fillers is waarschijnlijk medeverantwoordelijk voor het laag zelfbeeld van deze jonge meiden. Onder andere, dit is waarom jullie dochters en kleindochters in zichzelf snijden. Ook zonder cosmetisch arts erbij. Totdat mijn lijk echt in ontbinding gaat, probeer ik zelf om mijn visuele omgeving zo gezond mogelijk te houden. Op tv zep ik bij steeds meer programma's weg. Maar ook op het boekenbal, waar ik onlangs voor het eerst was, was ik niet meer veilig. Je zou denken dat de aanwezigen vooral tijd besteden aan lezen en schrijven. Maar ik weet vrij zeker dat ze meer tijd hebben gestoken in het ondergaan van ingrepen. Ik liep de hele avond met mijn ogen dicht rond. Als ik naar Amsterdam ga, neem ik tegenwoordig sowieso voor de zekerheid mijn blindestok mee. Dus hoera voor Sophie Hilbrand. Ik hoef mijn tv nog niet weg te doen. Wel jammer dat Jeroen Pauw ook meedoet. Hoe hij eruit ziet, dat kan natuurlijk echt niet meer. Al die vouwen in zijn gezicht, dat uitdunnende haar en dan ook nog heel vaak zonder lippenstift. Maar goed, dat neem ik dan maar op de koop toe.